Lage rivierstanden, spijkerharde akkers en lege sloten. Het is al wekenlang kurkdroog in ons land. En ook al worden er buien voorspeld voor vandaag, zonder langdurige regenval stevenen we af op het droogste voorjaar sinds het begin van de metingen in 1906. Boeren maken zich grote zorgen en vrezen een mislukte oogst. En Bertie, jij bent akkerbouwer in Zeeland. Wat merk jij als je rondloopt op je bedrijf? Nou ja, goed, ik heb gewassen die boven staan die op zich nog wel aardig bijstaan. Maar dat komt omdat ik op klei zit en dan heb je nog wat grondwater wat zeg maar door de klei omhoog gezogen wordt, capillaire werking. Dus het groeit nog wel een beetje. Maar ik had bijvoorbeeld bieten, die had ik laat gezaaid. Nou, als een kwart boven staat is het veel. En de rest ligt gewoon nog te wachten op regen. Ja, dat betekent dus gewoon minder oogst, ja. Als het al oogst is. Want kun je die dan nog kwijt als het kleine bietjes zijn? Die... Ja, ik kan ze wel kwijt, maar ze moeten er wel staan. Ja. En dat is nu, ja, als ik nou 10 mm krijg, dan krijgen ze vocht en dan komen ze wel. Maar die 10 mm, dat is op dit moment al dat je denkt van ja, komt-ie. Ja, want als we dan horen ook nu van Lisette, vandaag gaat het behoorlijk regenen. Ik zag net een neerslagkans 90%. Ben je daarmee geholpen met die fikse buien? Ja, voor even wel. Maar wat je natuurlijk ook krijgt is de grondwaterstand. Die is natuurlijk ook laag. En dat speelt natuurlijk door het hele land. Ik las dat nou ja, goed, in het zuid, zuidoosten en zo. Dat ze daar natuurlijk al moeten stoppen met beregenen. Mm. Ja, die zit op het zand. Dus als de grondwater daar laag is, die hebben ook ja, dat komt ook niet omhoog, zeg maar. Dus die plantjes staan echt te verdrogen. Ja, want dan wordt er gezegd drinkwater, dat gaat dan voor het beregenen van akkers. Nou, ik las gisteren een artikel dat natuur ook al voorgaat. Oké. En je krapte je nek alsof je denkt, daar vind ik iets van. Nou ja, kijk, als je weet dat Nederland zichzelf nu al niet kan voeden... En je gaat dan op zo'n manier ook nog de kraan wat verder dichtdraaien, zodat de oogsten nog minder worden. En dat speelt zich wereldwijd af, dat er natuurlijk tekorten aan zijn te komen. Dan denk ik, ja, is dat een handige keuze op dit moment? Ja, want we kunnen dus inderdaad niet gewoon importeren. Dat zegt, nou, jammer nu voor de boeren, heel vervelend. Dat kan, maar we gaan gewoon alles uit, weet ik veel, Spanje. Dat kan, maar dan hangt een prijskaartje aan. Hm. En die droogte is niet alleen hier. Dus dit speelt wereldwijd. Dus overal worden die oogsten minder. En ja, goed, hier gaat iedereen heel erg klagen van het wordt allemaal zo duur. Ja, dat is tot je dienst, maar hier kunnen we nog eten. Maar denk erom, in Afrika zijn miljoenen mensen die hebben al honger, die gaan dood. Zo simpel is het. En dan gaan wij hier de natuur voorrang geven. Ja. Nou, er is dus een sproeiverbod afgekondigd in delen van Brabant, Zeeland, Gelderland en Utrecht. En boeren mogen daar dus geen water uit bijvoorbeeld sloten halen om hun akkers te beregenen. We staan hier in de bijna drooggevallen beek. En ik denk dat als we hier over 2 dagen terugkomen dat het helemaal drooggevallen is. Ondanks de stortbuien die we verwachten de komende dagen. De droogte die we nu al zien dit voorjaar, zo droog hebben we het niet gezien sinds 1976. Het is eigenlijk dezelfde beek als waar we net stonden, maar hier kunnen we het water vasthouden. Dus dat zie je ook met al die keien, dat als die er niet zouden liggen, zou het veel sneller wegstromen. Maar juist doordat hier keien liggen, gaat dat veel langzamer. En dan zorg je dat het water een beetje teruggeduwd wordt bijna. Nou, het wordt eigenlijk voor 2 belangen vastgehouden. Voor het belang voor de boeren, die dan ja, voldoende water hebben. En anderzijds ook voor de natuur, dat die kan blijven groeien. Hoe hoog staat het probleem eigenlijk op de politieke agenda, Sophie? De droogte. Nou, ik hoorde de minister Harbers wel zeggen van de week, we gaan niet boeren compenseren of zo. Er komen geen extra bakken geld voor die boeren als die schade lijden door slechte oogst. Hm. Ja, en dan moet je dus misschien een soort van aanpassingsprogramma opzetten. Ik heb het idee dat we daar nog niet heel erg wordt over gesproken. En wat is een aanpassingsprogramma? Klimaatadaptatie. Ja, klimaatadaptatie. Ja, jij weet misschien beter wat dat dan precies is, nou ja, gewoon, maar het is heel nog niet. Simpel, aanpassen aan het klimaat. Het klimaat verandert, dat weet je. We zijn in dit land verschrikkelijk goed in al het water zo snel mogelijk afvoeren. Omdat we jarenlang hebben gedacht, omdat, dat hebben we niet omdat nodig. Omdat het jarenlang zo werkte. Ja. We hadden jarenlang gewoon genoeg water. Dus zo snel mogelijk weg ermee. Maar de tijden veranderen. En we hebben dat water nu gewoon nodig. Dus gaan we maar eens heel goed nadenken over hoe kunnen we dat vasthouden. Hoe kunnen we, waar kunnen we bufferen? Hoe kunnen we bufferen? Op zoveel mogelijk plekken. Maar dat gaat niet met een regenton of zo, daar heb je een soort stuwmeer voor nodig. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is leuk een 1000 liter vat, maar dit gaat natuurlijk over miljarden liters uiteindelijk. Dus dat red je niet met, daar heb je echt wel meren voor nodig. Hebben boeren daar zelf dus ook ideeën over hoe je dat of waar je dat zou kunnen doen? Of vind je dat in Den Haag besloten moet worden? Ja goed, wij zijn er in ieder geval in Zeeland ook over na aan denken hoe wij ons op het eiland dan, wij hebben geen zoet water. Dus zijn ze aan het kijken hoe ze van het Volkrak zo meer misschien een leiding
Okay. Dat op die manier zoet water over het eiland kan komen. Maar ja, goed, ik zit dan aan het eind van de leiding. Dus tegen de tijd dat ik water nodig heb, is er waarschijnlijk geen druk meer. Dat weet je. Maar ja, reservoirs. Gewoon een reservoir, water erin. En misschien ook andere manieren van beregenen. Want nu is het natuurlijk die grote slang die gigantisch veel water over dat land uitspreidt, waarvan een deel al verdampt. Ja, als je het natuurlijk op een andere manier doet, zodat er veel minder verdampt en misschien dat het ook meer bij het plantje terechtkomt, ja, dan spaar je natuurlijk ook water. Je hebt het nu natuurlijk over het omgaan met klimaatverandering. Mm-hmm. In Den Haag zijn ze ook vooral bezig met het tegengaan van verdere klimaatverandering. Ja. Ze willen natuurlijk, dus er zijn miljarden uitgetrokken in een klimaat- en stikstoffonds om het te voorkomen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, waarom zou je inderdaad omgaan met de problemen als je kunt proberen te voorkomen dat die problemen er komen? Ja, ik denk in ieder geval een deel van dat geld, gooi dat dus gewoon op klimaatadaptatie. Want Nederland is natuurlijk een heel klein landje en we kunnen hier wel van alles willen en doen. Maar zolang een paar grote landen niet mee gaan doen in dat hele CO2-verhaal, kunnen wij niet zoveel. Maar wij liggen natuurlijk wel onder de zeespiegel voor een groot deel. Ja, en tot die tijd in ieder geval zorgen dat je er dan mee om kunt gaan. Dat je ermee om kan gaan, ja. Een beetje vooruitdenken in plaats van, nu is het natuurlijk de hele tijd, het overkomt ons. Maar je weet dat het eraan komt. Hoeveel regen heb jij de komende tijd nodig om toch de oogst te kunnen waarborgen? Nou, met 10 mm staan we bieten boven. Maar is 10 mm? Ik kan het helemaal niet inschatten. 10 mm, ja, het is. Goed, als je een regenglaasje hebt, is het zoiets. Oh, ja, valt op zich wel mee. Maar ja, goed, als je het natuurlijk aan de groei wil houden, is het natuurlijk wel fijn als er toch regelmatig een buitje komt. Ja, nou ja. En dat, de trend is dat het steeds meer van die buien worden en dan weken niks. Ja. Nou ja, nu wel buien. Misschien houdt het dan aan. Laten we daar niet over.